Het is heel vreemd hoe Romy Montero plotseling al haar tv-klussen is verloren. Na de verhalen over haar vermeende diva-gedrag achter de schermen bij musicals en op goede doelen reizen, lijkt ook haar televisiebaan verleden tijd. Ze deed in het verleden regelmatig dingetjes met Buddy Vedder bij de Avrotros, maar ze is nu overal ingeruild. Ook bij het prestigieuze kerstmuziekgala Prestigieus vanwege de aanwezigheid van de koningin is ze aan de kant geschoven. Dat presenteerde Buddy van de Week met Etcillia Rombli. Het officiële excuus is dat Romy hartstikke druk is met haar tv-carrière, maar ook als zangeres zou ze een avondje met de koningin natuurlijk niet zomaar overslaan. Telegraaf-verslaggever Jordi Versteegde denkt dat er meer speelt. Wat is er toch aan de hand met Romy Montero? Ze is niet meer op tv en er gaan allerlei geruchten over hoe zij zich gedraagt. Wat is er nou wel waar en niet waar? Vraagt hij zich af in de podcast strikt privé. Evert Santegoeds, de baas van privé, vindt het ook mal. Nou, er zijn inderdaad wel klussen die haar afgepakt zijn, die niet doorgegaan zijn of minder goed uitgepakt hebben dan gehoopt. Zelf houdt ze het erop dat ze ons etend druk is met haar muzikale carrière. Daar krijgen wij weinig van mee, maar ze kondigt allerlei nieuw materiaal aan. En dat kerstgala dan, dat is niet doorgegaan. Daar duikt ze dan ook ineens niet op, en het is totaal niet duidelijk wat daar de reden van is. Niet omdat je net die avond in de studio moet zijn voor je nieuwe album, lijkt me. Dat plan je wel anders. Romy is ook al met bonje vertrokken uit de musicalwereld, benadrukt Evert. T. Bodyguard ging ook niet door. Daar zou ze af en toe haar opwachting maken in Utrecht, maar dat is ook niet doorgegaan, omdat ze op een repetitiedag gewoon niet kwam opdagen, dus zij maakt het zichzelf niet heel erg makkelijk. Hij vervolgt: Ze heeft geen goede reputatie in het wereldje, en dan kan ze zelf wel zeggen: Ja, dat is heel jammer dat mensen zo over mij denken, maar je kunt je ook afvragen: waarom denken mensen zo over me? En waarom wordt de ene na de andere klus afgepakt? Jordi heeft gehoord dat Buddy absoluut niet meer met Romy wil presenteren. Er ging ook nog even een gerucht dat Buddy verder degene was die heeft gezegd dat hij niet meer met Romy dat kerstgala wilde presenteren, maar het management ontkent dat echt heel hard aan de telefoon als ik ze daarover bel. Zelf wantrouwt hij de zaak, we gaan vast nog wel een keer het echte verhaal erover horen.